Hallo, ik ben Quinten Wiebrands en ik ga het boek lezen Hoe overleef ik het jaar 2000. De schrijfster is Francine Omen en de tekeningen zijn van Annette Scherp. Rosa en Jonas die zijn vrienden en dan, die zaten bij elkaar op school en later ging Jonas verhuizen. Nu gaat Rosa bij Jonas logeren en dan gaat er een ontploffing komen bij een fabriek. En later kwam er een hondje vermist en die heet Toepie. Zes over twaalf. Allemachtig, dit kan niet waar zijn, hoort Rosa met schreeuwen. Rosa, Jonas en Matt kijken verstijfd van schrik naar de fabriek in de verte. Een van de hoge schoorsteenpijpen staat duidelijk in licht te laaien. Meteen knalt er nog een uit elkaar. En dan nog één. Rosa en Jonas laten zich op de grond vallen en drukken hun oren dicht om de enorme herrie niet te hoeven horen. In een oogwenk staat het hele complex in lichte laaien. De vlammen braken gifgroene en gele dampen uit en de hele horizon kleurt fel oranje. Oh nee toch, Dick heeft toch gelijk. Lopen jongens, rennen. Naar huis toe, zo snel als je kan. Matt grijpt Jonas en Rosa, die nog steeds als verlamd liggen te kijken. Ieder bij een arm en short ze overeind. Rosa is opeens heel misselijk en ze heeft het gevoel dat ze gaat flauwvallen. Matt trekt haar mee. Schiet op, Rosa! Ren voor je leven! Het is puur gif wat daar de lucht in gaat. Rosa's benen voelen aan alsof ze van kauwgom zijn. Alsof ze door de dikke stroop waait, alsof ze in een gruwelijke nachtmerrie zit. Ze krijgt ze bijna niet in beweging. Ze werpt nog een blik op de laaiende vuurzee in de verte en zet het dan op een lopen. Hijgend en struikelend rennen ze de schuine weg af naar de boerderij toe. Matt is een stuk achterop geraakt door zijn manke been. Terwijl ze verder rennen, gaan de lantaarnpalen die het weggetje verlichten allemaal tegelijk uit. De boerderij is helemaal donker. In de openstaande poort staan twee gestalten te roepen. Jonas, Rosa, gilt Jonas' moeder met een overslaande stem. Snel naar binnen! Na ademhappend komen Jonas en Rosa bij de poort. Jonas' vader grijpt hem beet, trekt hem de binnenplaats op en slaat de poort achter hen dicht. Niet doen, Matt is daar nog daar. Laat hem er ook in, gilt Jonas huilend. Zijn moeder duwt hem en Rosa de keuken binnen. En Jonas, zijn vader, rent terug naar de straat. Waar is hij dan? Schreeuwt hij. Ik zie hem niet. De explosies in de verte maken zo lawaai dat zijn stem er nauwelijks bovenuit komt. Jonas' vader rent het donker in en komt even later terug met Matt, die zwaar op zijn schouder leunt. Matt's adem klinkt raspend en hij houdt een hand tegen zijn borst geklemd. Jonas' moeder trekt de deur achter hen dicht en doet hem op slot. Het is pikdonker in de keuken. Hanna, zijn alle ramen dicht? Vraagt Jonas' vader buiten adem. Ja, Dick, antwoordt ze met schorre stem. Ik zal een kaas zoeken. Ze liggen hier geloof ik ergens in de... Au! Jonas' moeder loopt met een klap tegen een kast op. Hier, ik heb hem al. Nu nog lucifers. Ik weet waar ze liggen, mam. Jonas loopt met zijn handen voor zich uitgestrekt naar het aanrecht en komt na een paar seconden terug met een doosje lucifers. Hij probeert er een af te strijken, maar zijn handen trillen zo dat het pas na een paar keer lukt. Het zwakke schijnsel van het vlammetje vliegt Jonas' angstige gezicht en werpt dansende schaduwen op het muur. Allemagisch, Dick, zo'n partij vuurwerk heb ik nog nooit gezien, fluistert Matt. Daar was mijn supersonische knalketel helemaal niks bij. Praat maar niet, Matt, zegt Jonas' vader bezorgd. Heb je last van je hart? Matt veegt het zweet van zijn voorhoofd af. Nee hoor, maak je maar geen zorgen om mij. Deze oude olifantjager kan wel tegen een stootje. Jonas' vader vloekt. De fabriek de lucht in. Hoe hebben ze dat nou kunnen laten gebeuren? Wat een ongelofelijke stommerikken. Wat een onverantwoordelijk stelletje rijstwafels. Rosa loopt naar het raam aan de voorkant van de keuken. Veel kan ze niet zien, omdat het huis van de buren ervoor staat. Maar het stukje lucht dat ze wel ziet, is niet zwart, maar oranje-rood. De knallen en ontploffingen gaan onverminderd door. Wat gaat er nu gebeuren, meneer de Leeuw? Vraagt ze met trillende stem. Ze kan maar met moeite haar tranen binnenhouden. Jonas' vader komt naast haar staan en slaat zijn arm om haar heen. Dat weet ik niet, meisje.
Het enige dat we kunnen hopen is dat de winter gifwolken niet naar ons toe drijft. En Welle ligt in een kom, lager dan de weilanden eromheen. Misschien dat het overwaait. Toepie, schreeuwt Jonas opeens. Waar is Toepie? Is hij binnengekomen? Hij stormt naar de keukendeur en tuurt het duister in. Hij is niet binnen, antwoordt zijn moeder. Ik heb hem niet gezien. Jonas draait de sleutel om. Hij is buiten. Ik heb hem niet... Oh, ik moet hem gaan zoeken, roept hij met overslaande stem. Jonas' vader loopt snel naar Jonas toe en pakt hem stevig vast. Niks daarvan, Jonas. Jij blijft hier. Het is hartstikke gevaarlijk buiten met dat gif in de lucht. Jonas probeert zich los te rukken. Maar Toepie dan? Dadelijk gaat hij dood. Dadelijk stikt hij, roept hij snikkend. Jonas' moeder drukt hem zachtjes op een stoel. Jonas, je moet echt binnen blijven. Het is te gevaarlijk. Jonas laat huilend zijn hoofd op zijn armen zakken. Ik wil Toepie, roept hij. Nu gaat alles mis. Ik ben bang. En het is allemaal jullie schuld. De schuld van de volwassenen. Jullie hebben het verpest voor ons. Jonas' moeder strijkt hem door zijn haar. Stil nou maar, Jonas. Stil nou maar, jongen. Rosa, die stilletjes op de bank zat, springt opeens overeind. Mijn vader en mama. Ik wil ze bellen. Rosa, wacht even. Ik denk dat... Maar ze luistert niet naar Jonas' vader. Op de tast zoekt ze de weg naar de gang, waar de draadloze telefoon staat. Ze pakt hem uit de standaard en loopt terug naar de keuken. Bij het schijnsel van de kaas toet ze de nummer in. Na een paar seconden laat ze de telefoon weer zakken. Met Jonas' vader en moeder en Jonas kijken haar gespannen aan. Hij doet het niet meer, stamelt ze verbaasd. En dan barst ook Rosa in huilen uit.